Dat oude been. Dat ontrouwe vriend. Oh, hoor zo. Ik ben wat verward omdat ik te laat ben. Kijk, het is niet naast de deur. Maar ik weet wel waarom u te laat bent. U hoeft u niet mee te doen. Nou, kijk, het vervelende is, ik had 90 kilometer willen fietsen. Ik ben blij dat ik het overigens niet doe in dit weer. Maar ik heb mijn knieband gescheurd en toen houdt het op. Hoe is dat gebeurd? Ja. Ongelukkige stap, val. Ja, stom met fotograferen. Ik durf het nauwelijks te zeggen. Met fotograferen ben ik uitgegleden. In het heet van de strijd heet dat. Bij het fotograferen van een paddenstoel. Ik moet zeggen, stommer kan het niet. Paddenstoel heeft het wel overleefd, maar ik niet. Nou, toen was die knieband geschud en dat duurt zo lang. Dat ik niet meer kon fietsen en trainen en zo. Maar nu, als ik daar 80 word, ga ik denk ik maar eens. Dat is een mooie leeftijd voor die 90 kilometer. Maar dat duurt nog heel lang, hè, professor? Nou, ja. Ja, misschien wel, ja. U gaat op zoek naar uw vrouw. Ik, ja, even kijken. En nog kijken. Staat verderop ergens, dus dat komt wel goed. Staat verderop ergens. Ja. Zie je hoe geïnteresseerd de pers is? Die staat verder ergens achter. We weten ze allemaal te vinden. Dag, tot later, professor. Dank u wel.